Want we zitten natuurlijk als journalisten zijn we aan het navragen over hoe het zit. En inderdaad, de deur was redelijk dicht. Maar je gaat ook na zitten denken over wat zijn mogelijke politieke oplossingen. En dan kan je inderdaad, kom je al heel snel uit bij het compromis. Want je weet dat in een coalitie iedereen een beetje water bij de wijn moet doen. En ook D66 wel begrijpt dat als het CDA ophoudt te bestaan, met de statenverkiezingen van volgend jaar, het ook einde oefening is voor dit kabinet. En dan weten we ook niet of D66 daar zo glansrijk uit de strijd zal komen. We gaan naar Den Haag. Vanmiddag verschijnt het lang verwachte rapport van Johan Remkes over stikstof. Nadat hij met belanghebbenden heeft gesproken, is nu de vraag: wat zal zijn advies zijn? Wouter, hoeveel hangt er van dit rapport af? Eigenlijk misschien wel alles inmiddels als het gaat om het stikstofbeleid. Het stikstofbeleid was misschien wel de belangrijkste opgave die de coalitie zichzelf had voorgenomen. Naast natuurlijk het klimaatbeleid. Er wordt enorm veel geld ervoor uitgetrokken om de transitie dan goed te laten verlopen. Maar je ziet dat het kabinet er niet is geslaagd om de mensen die het aangaat op een zorgvuldige manier tegemoet te treden. Dat is met dat kaartje gebeurd natuurlijk van Christiane van der Wal, waar begrijpen ook Remkes ook fel afstand van neemt. Omdat mensen het idee kregen dat op het moment dat er een groene of een blauwe of een rode kleur op een kaartje staat, dat de hele regio ongeveer ophoudt te bestaan op alle bedrijvigheid. Sommige dingen waren ook niet uit te leggen. Hè. Op plekken waar helemaal geen natuurgebieden waren, moesten worden ingegrepen. De Waddeneilanden waren ook aan de beurt. Dus dat heeft het kabinet niet goed gedaan. En wij begrijpen ook dat Remkes daar ook afstand van zal nemen vandaag. Omdat ze eigenlijk ook daarmee hun eigen problemen hebben gecreëerd. Namelijk de weerstand oproepen. Ja. De vraag is natuurlijk of het rapport wat vandaag komt die weerstand wegneemt. Ik denk in ieder geval, wat wij konden publiceren, aangrijpingspunten te zien dat er in ieder geval een politiek compromis mogelijk is. Namelijk 2030 blijft wel staan als stip op de horizon. Mm-hmm. Wil de rechter ook, maar tegelijkertijd ga je tussentijds ook wel kijken in hoeverre het echt haalbaar is voor boeren die bijvoorbeeld wel hun best doen, maar het misschien nog niet op 1 januari 2030 voor elkaar hebben gekregen. Zit dat er speciaal in voor Wopke Hoekstra, die eerder in het AD aangaf, 2030 is niet heilig? Ja, dat was bedoeld om, zeggen zij, de discussie toch ook vlot te trekken. En ik kan me ook wel herinneren dat in de zomer alles wel behoorlijk tegen elkaar opstond met de brandende asbestbalen op de snelwegen. Daarna is het wel wat rustiger geworden. Dan hoor je wel in die coalitie van dan de vraag is, dat kwam door het interview van Wopke Hoekstra. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het signaal wat hij daarmee aangaf voor zijn achterban, maar die is tegenwoordig niet zo ontzettend groot meer, maar voor een heleboel anderen, namelijk Den Haag moet het samen doen met mensen in plaats van dictaten uitstrooien over Nederland. Ja, je zegt het al, hè? Je hebt een aantal ingewijden kunnen spreken voor de Telegraaf. We zien daardoor een klein... Mijn collega's, Mike Muller en Inge Lengthom. Ja, precies. Ja. Goed dat je die even noemt altijd. Heel netjes. Maar daardoor zien we nu een klein beetje de contouren. Maar dat is vanmorgen pas. Paul Reumer, jou viel op dat we voor die tijd niet een groter lek hebben gezien. Ja, want zou het zo rapport kunnen zijn dat die rust, hè, Wouter, die je beschrijft, ook deels te danken is aan het feit dat Remkes er zo goed in geslaagd is om dit proces heel erg uit de media te houden. We hebben hem zelf volgens mij heel weinig tot bijna niet horen praten. Er is bijna niet gelekt, hè, ook nu. Het clubje rondom Remkes is eigenlijk potdicht. En ik denk dat dat heel knap is en ook noodzakelijk is om zo'n ingewikkeld dossier waar de partijen zo tegenover elkaar staan toch allemaal aan tafel te krijgen en met elkaar te kunnen laten praten. En dat vind ik eigenlijk ook vanuit een, laten we zeggen, media-invalshoek, dat hij dat heel erg knap gedaan heeft. Maar is die deur potdicht? Nou ja, gelukkig niet helemaal. Ik wil het zeggen, anders had er niks in de krant gestaan. Er stond eigenlijk een andere openingkrant gepland. Dus dat is gisteravond nog mooi rondgekomen. Wel in het verlengde van een verwachtingspatroon wat je de afgelopen weken ook wel in Den Haag hoorde. Want we zitten natuurlijk als journalisten zijn we aan het navragen over hoe het zit. En inderdaad, de deur was redelijk dicht. Maar je gaat ook na zitten denken over wat zijn mogelijke politieke oplossingen. En dan kan je inderdaad, kom je al heel snel uit bij het compromis. Want je weet dat in een coalitie iedereen een beetje water bij de wijn moet doen. En ook D66 wel begrijpt dat als het CDA ophoudt te bestaan, met de statenverkiezingen van volgend jaar, het ook einde oefening is voor dit kabinet. En dan weten we ook niet of D66 daar zo glansrijk uit de strijd zal komen. Ik bedoel, de deur stond niet een beetje op een kier. Hij stond eigenlijk wagenwijd open. Als ik de Telegraaf van vanmorgen We hebben niet alle 20 aanbevelingen. Nee, maar je weet dus wel dat er 20 aanbevelingen zijn. Dat 2030
aardig op zichzelf blijft staan. Dat er meer flexibiliteit moet komen. Dat er inderdaad tussentijds bepaald moet worden van gaan we het allemaal halen. Dat er kritiek komt op de stikstofkaart en op de perspectief, of het perspectief wat niet kwam. Ja. Er moet gefocust worden op boeren rondom Natura 2000 gebieden. Er moeten ook aanbevelingen komen rondom andere sectoren. Dat bedoel ik. Ik heb het even opgeschreven. Maar dat kiertje, dat is dan net ontstaan. De maanden hiervoor is het vrij stil geweest. Hè? Maar het knappe, en dat sluit, het knappe is, er zijn heel veel gesprekken gevoerd met ook belanghebbenden en met tegengestelde belangen. En vaak zijn dat degenen die uiteindelijk belang hebben als ze doorhebben dat het debat of de keuze de verkeerde kant op gaat in hun perspectief, om dan op een gegeven moment de pers op te zoeken. En dat is eigenlijk ook relatief, althans zeg ik als buitenstaander, relatief weinig gebeurd. Althans, ik heb het weinig afgelopen tijd in de media van gezien. Ja, Wouter, kijk jij ook bijvoorbeeld dan naar zo'n nieuwe minister Piet Adema. Ja. En wat hij zegt. En hij heeft bijvoorbeeld gezegd, de focus is nu te eenzijdig op de boeren bijvoorbeeld. Denk jij dan, zou hij het rapport al gelezen hebben voordat hij ja zegt tegen deze functie, et cetera? Of ga ik nou te ver? Dat dacht ik inderdaad. Dat was het eerste wat ik dacht toen ik hem zo bezig hoorde. En ook het feit dat het allemaal zo lang duurde voordat we die man überhaupt ten tonele zagen verschijnen. Dus ik heb ook navraag gedaan bij in de top van de ChristenUnie van, is meneer Adema op de hoogte gebracht? Of heeft hij kennis gemaakt met Remkes? Of op een of andere manier, linksom of rechtsom? Want waarom zou je in deze tijd, waarin je zelf aangeeft, een van de struikelblokken om aan te treden was, of ik mijn familie wilde blootstellen aan eventuele bedreigingen, want dat is helaas de fase waarin ons land verkeert. Waarom zou je een ja zeggen tegen het onmogelijke? Dus ik kon mij niet voorstellen dat je dat zou doen zonder dat je kennis zou hebben over wat er aan zit te waar komen. Waar begin ik eigenlijk maar aan? Ja. In de top van de ChristenUnie wordt dat ontkend. Dus ja, dan heb ik daar mijn eigen gedachten bij. Maar ja, dan moet ik het wel doen met wat zij daar ook over vertellen. Precies, je kunt het niet hard maken. Paul Reumer, Remkes komt om 1 uur met zijn rapport. Ik zei het al, de pers krijgt het om 12 uur. De Tweede Kamer niet, die krijgt het ook pas om 1 uur. Snap jij dat? Nou, dat vond ik opmerkelijk. Want ik weet niet of dat vaker gebeurt, maar dat weet Wouter wel. Maar dat je dus zo'n rapport wat je eigenlijk maakt voor het parlement ook, dat het parlement later wordt geïnformeerd dan de pers. Maar ik begrijp dat het eigenlijk meer is dat de pers een tijd krijgt om zich in te lezen zodat ze goede vragen kunnen stellen. Het is, op zich, kijk, als journalist ga ik daar niet over bokken, maar ik kan me voorstellen dat de Kamer dat, ja, om haar moverende redenen niet prettig vindt. De vraag is wel, zeg ik er wel bij, dat is ook weer niet het grootste probleem van het land. Hè? We maken tegenwoordig wel van alles wat er niet helemaal dan precies volgens het boekje gebeurt. Dan moeten de debatten overkomen. Dan moeten urenlang over overlegd over een regeltje, het reglement van orde. Dat je denkt, dit zijn de dingen waar mensen juist op afhaken. De focus moet zijn, wat staat er in het rapport? Wat gaat het kabinet ermee doen? En krijg je die opgave voor? Want volgens mij, het is ook geen advies aan de Kamer, het is een advies aan het kabinet. Het is veel interessanter om te gaan kijken hoe reageert het kabinet nu op die aanbevelingen. En waarschijnlijk is dat van tevoren natuurlijk wel een klein beetje verkend. Maar dat maakt het anders dan dat een kabinet iets aanbiedt aan de Kamer. Ja. Want dit is het rapport. Althans. Nou, er is wel in de Kamer wel aangedrongen op een bemiddelaar. Dus dan daarmee zou je kunnen verklaren van we hebben er zelf om gevraagd en daardoor hebben wij er ook recht om het als eerste te horen. Dus ik snap de. En wellicht voelt het ook een beetje als vertrouwen ze nou gewoon de pers meer dan de Kamerleden bijvoorbeeld? Ja, dat is de vraag die je kunt stellen. Het enige wat je natuurlijk wel weet is dat met journalisten kun je gewoon een afspraak maken. En als ze zich niet houden aan de afspraak, krijg je de volgende keer niet het rapport. Ja. En dat is met de Kamer is dat niet te doen. En ik kan me voorstellen dat ze juist eigenlijk zoveel mogelijk, zo weinig mogelijk commotie willen hebben in een dossier wat zo gevoelig is en waar zo de vlam gelijk in de pan kan slaan. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.